50 jaar bestaat hij al, de Consumer Electronics Show hier in Las Vegas. Toonzalen vol met elektronica, televisies, snuisterijen. Je kunt het zo gek niet bedenken als het maar elektronisch of digitaal is. Maar sinds een paar jaar heeft de auto-industrie hier in Las Vegas een coup gepleegd op de CES. En dus zou je het ook Cars Electronics Show kunnen noemen. Hier binnen staan autofabrikanten die druk bezig zijn met elektronica, met digitalisering, met autonoom rijden. En precies naar al die nieuwtjes van die autofabrikanten gaan wij op zoek. Future Insight hier op CES. Dat begint natuurlijk bij een merk als BMW, hè? Met de elektrische aandrijflijn, met autonoom rijden. Maar dan worden die auto's autonoom, hè? Dan gaan ze zelf rijden en die elektrische aandrijflijn, dat houdt natuurlijk heel veel in. Dat betekent dat de totale configuratie van een auto volledig anders wordt. Dit is een auto en let eventjes niet op het design, want dat was niet belangrijk en hoe die eruit, allemaal bijzaak. Het gaat hier eventjes over de indeling, want op het moment dat er een elektrische aandrijving in zit, dan wordt alles anders. Je hebt veel meer ruimte en als het autonoom wordt, ja, waarom zou je dan een heleboel dingen moeten bedienen? Maar er valt niks meer te bedienen. Een paar dingen wel, maar dat gaat niet, want het zit daar. En daar kijk je naar, en daar kijk je naar, en daar wil je naartoe. En dan hebben ze dit bedacht. Holoactive Touch. En ik weet dat jullie het op de camera wat minder goed kunnen zien, maar het hangt werkelijk hier in de lucht. De bediening van deze auto. Je zit hier, hij heeft nog een stuur, wordt misschien in de toekomst anders. En dan bedien ik hem op deze manier. En ik voel dus in de lucht wat ik aan het doen ben. Je zit niet zomaar in het luchtledige te prikken. Nee, ik druk hier op yes. En vanaf de onderkant komen er ultrasone trillingen, zodat je dus echt voelt wat je doet. Yes. Nou, dat is het. En dit is dus de toekomst van de bediening van een interieur van een autonome auto bij BMW. Jullie kennen Siri, hè? Van je iPhone, spraakbesturingssysteem. Daarmee praat je tegen je iPhone en ja, die voert vervolgens allerlei opdrachten uit online, op internet. Kan ook in het groot. Alexa heet het bij Amazon, Home heet het bij Google. Dat zijn eigenlijk ontvangers, die kun je thuis plaatsen. En daarmee communiceer je als het ware met allerlei andere componenten via die ontvanger. Nou, en die ontvanger kan ook communiceren met je auto. Bij Ford bijvoorbeeld werkt het samen met Alexa. Heb je dan een elektrische C-Max, dan kun je in huis aan dat ding vragen, joh, hoe zit het met de accuvoorraad? En kun je misschien alvast de verwarming aanzetten van de auto? Ik moet over 10 minuten zeggen. En als je dat toch bezig bent, zet ook even het licht aan van de auto. Want dan heb ik meteen verlichting in mijn garage. Close the garage door. Oké. Okay. Dat is waar het heel erg naartoe gaat, hè? Via allerlei apparaten en leveranciers, in dit geval Amazon of Google, praten met je auto. Dit is de Chrysler Portal. En die auto, die is nog nergens geweest. Die is hier gelanceerd. Chrysler heeft een hoop waarde, hecht een hoop waarde aan de show hier. En komt dus met een studiemodel puur voor de bezoekers van de CES. Revolutionair? Niet heel erg. Ja, hij is elektrisch. Ja, elk conceptcar is elektrisch. En hij gaat 400 kilometer ver. Rijdt hij? Ik geloof er niks van. Maar en als hij dan misschien ooit gaat rijden, dan is hij autonoom level 3. Ja, dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen, hè? Als autofabrikant, als je er toch niet mee kunt sturen. En dan is het een auto die, als je instapt, is de gezichtsherkenning. En je kunt individueel bij alle stoelen je eigen muziek luisteren. En hij heeft 10 docking stations en 1000 USB-poorten. En hij is ontwikkeld door millennials en bedoeld voor millennials. Dat is allemaal leuk. Maar het verzet de bakens niet echt natuurlijk, hè? Hier op de CES, je hoort het telkens, kunstmatige intelligentie. Deze auto zit vol met kunstmatige intelligentie. Maar wat is dat nou, hè? Honda brengt dat tot uiting door een paar systemen in deze auto. Dit is eigenlijk wel mooi bedacht. Er zitten camera's in het dashboard. Het dashboard is eigenlijk gevormd door één heel groot scherm. En die zien jou als bestuurder. En ze kennen jouw agenda en ze zien dat je een afspraak hebt. Dat is een belangrijke afspraak. Ze zien eigenlijk ook aan je gezicht dat je een beetje nerveus bent. En ook aan de manier hoe je daar aan boord bent. En vervolgens veranderen ze het lichtplan in de auto. En hij gaat tegen jou praten. Hij zegt tegen jou, je hebt over 40 minuten die afspraak. Maar over 30 minuten ben je er al. Dus rustig aan, joh. Niks aan de hand. Wat hij ook doet, hij communiceert met jouw afspraak. En daar zorgt hij alvast voor dat de koffie wordt klaargezet. Want ja, het is een auto en hij kan praten. Hij weet wat jij aan het doen bent. Nog veel meer. Op het moment dat jij daar aankomt op die afspraak, heb je die auto niet meer nodig. Die afspraak duurt misschien wel 8 uur.
dan kan het autootje geld voor je gaan verdienen. Want ja, normaal zet je hem wel in de parkeergarage en dan ben je vanaf. Nee, dit autootje, dat gaat de straat op. Hij kan autonoom rijden, hij heeft geen bestuurder nodig. Dus carsharing, allemaal andere. Jij, je buurman, je buurvrouw, whatever. Die hebben een auto nodig en die roepen jouw Neuvi op. En die gaat vervolgens voor jou eurootjes verdienen. Dat is, zeg maar, kunstmatige intelligentie, mobiliteit van de toekomst volgens Honda. Dit is de Concept I van Toyota. En ook deze auto heeft die kunstmatige intelligentie. En kunstmatige intelligentie is op zich niet helemaal nieuw natuurlijk. Het wordt al vaker toegepast. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het zelflerende effect. Je rijdt met een auto op een bepaalde plek en je remt daar telkens. En vervolgens komt er dan een hele vervelende hobbel. Nou, zo'n auto die kan daarover nadenken. Die denkt bij de derde keer, hé, weer. Nou, de vierde keer kan die bijvoorbeeld de wielophanging zo instellen dat je wat comfortabeler over die hobbel weggaat. Deze auto heeft ook van die kunstmatige intelligentie. Hij ziet hoe jouw gemoedstoestand is en daar past hij zijn rijstijl op aan. Want autonoom, zelf rijden. De man achter het stuur doet het niet. Alleen die auto kan natuurlijk wel op een bepaalde manier rijden. Nou, als hij nou ziet hoe jouw gemoedstoestand is, gestrest, dan kan hij bijvoorbeeld rustig rijden. Of heel vrolijk, dan kan hij een bijpassend deuntje opzetten. Dit is ver van je bed show. Maar gelijktijdig is die kunstmatige intelligentie iets wat we toch wel binnen afzienbare tijd gaan terugzien. Faraday FF91. Als je instapt, dan herkent de auto wie er instapt. En op basis daarvan past hij de stoelen aan. En hij is heel erg snel, hè? 2,39, zeg maar 2,4 seconden van 0 naar 100. En er is namelijk ook een Tesla die doet het in 2,4, dus deze doet het in 2,39. Zo gaat dat. En hij is heel erg elektrisch. Maar hij is ook hartstikke de Chinees. En ze zijn bezig hier in de omgeving van Las Vegas om een productiefaciliteit neer te zetten. En net als dat andere merk dat elektrische auto's succesvol aan de markt brengt, Tesla, probeert Faraday de consument over te halen. Je kunt $5000 betalen en dan hoor je bij de eerste 300 mensen die een Faraday gaan rijden. En dan is het van alles wat, hè? Klein beetje SUV, klein beetje crossover, een beetje hatchback. Vooral niet heel erg klein. Ziet er aardig uit. Maar de grote vraag, lukt het? Ik bedoel, bij Tesla hebben ze er best wel een beetje moeite mee gehad om het voor elkaar te krijgen. Een auto ontwikkelen, dat is één. Een auto neerzetten die het doet, dat kan ook nog wel. Maar vervolgens die auto in massaproductie nemen, 10.000 exemplaren bouwen, verkopen, een dealernetwerk uitrollen, noem het allemaal maar op. Dat is een lastige klus. Maar deze auto laat zien, en ik zeg niet dat het niet lukt, hè? Begrijp me goed. Hè? Ik ga er altijd maar vanuit dat het wel lukt. Waarom niet? Dus bij Tesla tenslotte ook goed gekomen, maar deze auto laat zien wat we kunnen gaan verwachten vanuit China. Want in China zijn momenteel honderden ondernemingen bezig met de ontwikkeling, de engineering van elektrische auto's. Wij doen het ook in Europa en een klein beetje in Amerika. Maar in China doen ze het veel harder. De noodzaak daar is namelijk enorm. Het is er vies, het stinkt er, er zijn heel veel mensen. Iedereen wil gaan autorijden. Dus ze moeten daar in één keer de slag van de brandstofmotor overslaan. Dus dit zou best goed kunnen komen. Maar we kunnen er echt donder op zeggen dat de Chinese auto-industrie met een stortvloed van elektrische modellen de wereld overgaat. Okay. En dat lijkt raar, hè? Maar dat is minder raar. Dat daar is een Segway, robot. Stel je voor, hè, parkeerplaats van een hotel. Helemaal vol met auto's, parkeerplaats van een onderneming. Er zijn een paar plekjes vrij, maar verder is het helemaal vol. Dat apparaat leidt jou naar de plek waar de auto het allerlaatste stukje kan inparkeren. Want kijk, daar zat ik en daar zit ik nu niet meer. Hij doet het verder zelf.